In het centrum van Nijmegen is begonnen aan de bouw van een nieuwe parkeergarage die op de plek van de huidige parkeerplaats Oude Stad zou komen. De parkeerplaats is onderdeel van het Iris-complex, waar zich zo'n 500 appartementen zullen bevinden. De parkeergarage zal in de toekomst een belangrijke functie krijgen, vanaf het moment dat er maximaal 1100 parkeerplaatsen in de binnenstad zullen verdwijnen. De parkeergarage van het Iris-complex zal bestaan uit zwerfplekken. Vrije plekken waar iedereen zijn of haar auto neer kan zetten. Bijna alle toekomstige bewoners kunnen een abonnement aanvragen voor parkeren in de ondergrondse openbare garage van Iris. Niet bij alle appartementen is het recht op een abonnement inbegrepen. De gemeente hoopt op deze manier fietsen en lopen te stimuleren en gebruik van de auto te ontmoedigen. Dan heb je altijd nog mensen die toch graag een auto willen. Proberen we ook te kijken of we daar deelauto's kunnen aanbieden. Zodat niet iedereen een eigen auto heeft staan in de garage. Maar dat je eigenlijk gezamenlijk gebruik maakt van een paar auto's. En dan heb je altijd nog mensen over die om wat voor reden dan ook een auto willen of nodig hebben. En daar kunnen we ook in voorzien. Maar we willen graag toch ook die automobiliteit zoveel mogelijk beperken. Zodat we ook efficiënt omgaan met onze ruimte. Zowel in de parkeergarage, maar ook in de ruimte om ons heen. Het Iris-complex is niet het enige appartementencomplex in de buurt waar parkeerplekken komen. In het stationsgebied tegen het Waalfront en naast de Nieuwe Hezelpoort komt Duet. De woontoren met in totaal 383 appartementen zal bestaan uit een parkeergarage voor de stad met 573 parkeerplekken. We hebben in Nijmegen een groot woningtekort en een grote woningbouwopgave. Daarom is het belangrijk dat we echt vaart blijven zetten in de bouw van nieuwe woningen, betaalbare woningen. Met hierin genoeg afwisseling tussen onder andere koop- en sociale huurwoningen, zodat de appartementen betaalbaar blijven voor iedereen. Met de verschillende soorten woningen en onder elk appartementencomplex een parkeergarage, hoopt gemeente Nijmegen het woningtekort en toekomstig mogelijk parkeerplekkentekort te kunnen bestrijden. Bewoners kunnen een abonnement nemen om hier te parkeren. Bezoekers kunnen per uur of per dag betalen. Dus er hangt inderdaad een prijskaartje aan.